Zo, hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Shockwave Metaaldetectie. Het is een hele tijd geleden. Ik heb een operatie gehad. Het was keihard aan het regenen. De grond was ontzettend bevroren, waardoor we met onze schep de grond niet in konden. Maar vandaag, lekker temperatuurtje. Niet te warm, niet te koud. Het is droog. Het waait wel hard, maar ja, hè, beter dan regen. Vandaag gaan we lekker zoeken met de WSS Master. Waarom? Gewoon omdat ik er zin in heb en omdat het lekker licht zoekt. Nou, de eerste vondst van vandaag is daar, namelijk een lepeltje. Het schepje van een lepeltje. Hij is helemaal plat. Er staat geen versiering op of iets. Of toch wel? Nee, dat is beschadiging denk ik. Een plat lepeltje, suikerlepeltje, theelepeltje. Theelepeltje moet ik zeggen. En ja... Leuk, eerst vondst. Ik heb wel wat troep gevonden. Een stukje lood, een stuk van een oude waterpas. Maar dit is het eerste echte leuke item wat ik vind, waarvan ik denk van, nou, er kan hier wel wat leuks liggen. En de volgende vondst is het eerste muntje van vandaag. Ik kwam mooi binnen, hoog signaal. En ja, wat zou het zijn? Hij is wel nog mooi rond. En nog redelijk dik. Als het een duitje zou zijn. Maar ja. Wat zou het zijn? Ik denk een duitje. Maar thuis misschien even verder schoonmaken. En dan kunnen we misschien determineren wat dit muntje zou kunnen zijn. Nou, het is nog geen welbekende vetpot. Jammer genoeg. Maar ja. Zoeken is zoeken. En anders had het wel vinden geheten. Dus we blijven lekker aan de gang, want ik heb het volgende. En dat is namelijk een zegellootje. En er staan letters op. Ik probeer het te lezen. Maar nee, dat lukt me niet. Er staat wat op. Geen idee wat het is. Mooi rond zegellootje. Nog dubbel. En ja, blijft toch altijd leuk, hè, een zegellootje. Volgens mij vindt niemand het vervelend om zegellootjes te vinden. Als dat wel zo is, laat het dan weten in de comments. Dan kunnen we je allemaal roosten. Ja, want zegellootjes zijn gewoon leuk om te vinden. Nou, en de volgende vondst kwam eigenlijk niet zo heel erg strak door. 77, 78 en niet echt een signaal waarvan ik dacht van zo, dat is lekker strak. Maar het is eigenlijk best wel een heel mooi zegellood, lakenlood. Nog best wel een formaatje. En aan de ene kant staat heel mooi 34. En de andere kant kan ik niet heel goed lezen, maar er staat wel tekst en een afbeelding. En als ik een beetje mijn best doe, dan zou ik daar een leeuw in kunnen zien, maar dat is meer wat het oog wil zien, denk ik. Maar misschien herkent een van jullie deze. En weten jullie waar dit zegellood of lakenlood vandaan komt? Maar deze vind ik wel heel erg mooi. Ik denk ook dat hij best wel oud is. Leuk hoor, hé. Ja, en ik zei het net nog, hè. Zegellootjes zijn altijd leuk om te vinden. Ik heb er trouwens nog meer gevonden net, maar ik ga ze natuurlijk niet allemaal op video zetten. Tenzij ze zo mooi zijn als deze. Ja, ja, we komen er wel. Want hier heb ik de volgende vondst. En dat is een fluit. En dan mogen jullie mij even helpen. Is dit een fluitje van de spoorwegen of is dit een gewone fluit? Ik gok van de spoorwegen. Hij is aan de achterkant niet meer helemaal compleet. Maar voor de rest ziet hij er nog super goed uit. Wat leuk, heb ik nog nooit gevonden. En ja, hier ben ik wel heel erg blij mee natuurlijk. Super leuk. Hartstikke leuk zeg, kijk nou.
Ja, mooi. Heel tof. Ja, en ik hou ervan hoe deze hobby ervoor zorgt dat je elke keer weer dingen tegenkomt die je niet herkent. Ik heb hier echt een blok lood. En aan de ene kant is die hol. En ik dacht eerst van, wat een dik zegellood is het. Een soort kruis aan de ene kant. En aan de andere kant staat er 67 in gestanst. Maar het is echt wel een behoorlijk stuk lood, behoorlijk zwaar. En 67 in een vierkant. Dus ik heb geen idee wat het is. Is het ergens voor gebruikt qua gewicht? Ik weet het niet. Als jullie het weten, dan mogen jullie het zeker even in de comments achterlaten. Nou, en ondertussen krijg ik best wel af en toe een plens regenwater over me heen. Heel fijn als buienradar dan 's ochtends voor de hele dag. Af en toe een wolkje, af en toe wat zon voorspelt. Dus buienradar, top, bedankt. Echt waar. Maar goed, hè, we blijven lekker doorzoeken. En hier heb ik een hele leuke vondst, want dit is echt een super klein gespje. En ik denk een schoengespje. Maar het is heel klein. Met de nadruk op heel, zoals je hoort. Maar een heel klein gespje, joh. Wat leuk. Ik denk een schoengespje. En wat zal die zijn? Ik denk 19e eeuw, zoiets. Begin 19e eeuw. Heel klein zeg. Leuk. Wat schattig. Kijk nou. Kwam wel heel mooi door. De vorm, hè. Dat geeft altijd een heel mooi signaal. Een leuk klein schoengespje. Ja. Het gaat eigenlijk best wel lekker vandaag. Ja, en zo gaan we lekker door, want ik heb hier het volgende gespje. En dat is een hele mooie D-gesp. En ik gok ook weer 19e eeuw, zoiets. Mooi vormpje. Heel leuk. Geen angel of doorn, hoe je het ook wil noemen, zit er meer aan. Maar hij is nog wel helemaal compleet en in best wel mooie staat. Dus dit is wel, wel weer een leuke vondst. Zoals ik al zei, het gaat eigenlijk best wel lekker vandaag. Geen super bijzondere vondsten, maar wel leuke vondsten. En daar gaat het toch om. Ja joh, leuk. Nou, soms heb ik van die dagen dat ik alleen maar speelgoed vind. Vandaag is het de dag van de gespen volgens mij. Want ik heb weer een mooi gespje gevonden. Ik hoop niet dat jullie te veel last hebben van de wind of dat jullie hem überhaupt horen. Het waait best wel hard. Maar dit is wel weer een mooie gesp, zeg hé. Kijk eens. Middelste stangetje. Geen idee of dat een officiële benaming heeft of niet. Is nog helemaal compleet. Ja, mooi. Hij lijkt heel erg op het D-gespje wat ik net gevonden heb. Alleen dan een dubbele. Een spectacle buckle, zoals je dat noemt. En mocht je je afvragen waarom, spectacle is een... raad het maar. Hè? Kijk eens. Leuk hoor, hé. Ja, en af en toe heb je van die vondsten waarvan je in eerste instantie denkt dat het echt gewoon troep is. Dat het een stukje lood is of iets anders verfrommeld. En dan maak je het toch nog ietsje beter schoon. En dan zie je dat het een wapenschildje is. Ik kan helaas nog niks erop herleiden. De achterkant is helemaal glad. Maar wat ik hier zie aan de voorkant, ik zie wel iets van verkleuring. Maar ik wil het nu niet te veel gaan wrijven. Ik ben bang dat ik het stuk maak. Maar ik denk dat dit een wapenschildje is of zo. Zou het ergens opgezeten hebben, gemonteerd. Ja, leuk. Ik dacht echt dat het gewoon een stukje troep was. Maar het is eigenlijk best een leuke vondst. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Wat een heerlijke dag. Ik heb heerlijk gezocht. Ik heb geen super speciale dingen gevonden, maar wel echt hele leuke dingen. Jullie hebben het gezien. Ik heb daarnaast ook nog twee ketelklepjes gevonden. Ik heb best wel wat duitjes gevonden. De gespjes, die waren wel heel erg leuk om vandaag te vinden. En laat me even weten in de comments als jij weet wat dat grote blok lood is met die 67 erin. Ik ben wel heel benieuwd. Met de WSS Master gezocht.
heerlijke machine om een hele dag zoals dit mee te zoeken. Af en toe kwam er wat regen uit de lucht. Nog bedankt, hè, buienradar. Maar zoals je ziet is het nu best wel lekker weer en komt het zonnetje af en toe een beetje waterig door. Maar over het algemeen heb ik het best wel naar mijn zin gehad. Heerlijk om na zo'n lange tijd weer eens te zoeken en het land op te gaan. Ja, en dan kan ik eigenlijk alleen maar genieten. Ik hoop dat jullie dat ook van deze video hebben gedaan. Nou, mocht je deze video nou leuk hebben gevonden, geef hem dan een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn YouTube kanaal voor meer van dit soort video's. En onthoud, een dag niet gezocht is een dag niks gevonden. Thank you.